De Lions Club in Suriname zijn gestart met een belangrijk oogscreeningsproject in samenwerking met het Lions Michigan team uit de VS. Minister Ramadin van Volksgezondheid heeft volledige steun toegezegd en de noodzaak van vroege oogscreening benadrukt. Het project, onder leiding van ervaren oogartsen, biedt screenings en brillen aan kwetsbare groepen. Het team heeft 7000 brillen meegebracht en zal na Paramaribo ook Wanica en Brokopondo bezoeken. Het Directoraat Technologische Innovatie, DTI, van het Ministerie van Economische Zaken organiseerde een kennismaking tussen India's Tech en overheidsinstanties als onderdeel van een memorandum van overeenstemming MOU met India. Het doel van de meeting was om inzichten te verkrijgen voor de digitalisering van overheidsdiensten. Directeur DTI Rafiq Ilahi legde uit dat de kennismaking helpt bij het begrijpen over uitvoering van digitale diensten en een platform biedt om de behoefte van digitale dienstverlening te identificeren en aan te passen aan de infrastructuur van de ministeries. De regering van Suriname richt zich op welvaart en ontwikkeling met aandacht voor sociale programma's, gezondheidszorg, cultureel erfgoed en democratische processen. Tijdens de recente regeringsvergadering zijn belangrijke besluiten genomen, waaronder goedkeuring van grondconversieaanvragen, verhoogde grondhuur en erfpachttarieven, financiële ondersteuning voor het AZP en ontwikkelingen rondom het Nationaal Museum. Ook is er voorbereiding gaande voor de aankomende verkiezingen. Met aandacht voor efficiëntie, veiligheid, transparantie en voorlichting.